We zijn op de stand van Verstegen Spices and Sauces. Ik praat met Harry Platzer. Harry, hallo. Goedemiddag. Hallo. Wat kun je laten zien wat jullie presenteren op de beurs? Ja, wij hebben gekozen om op deze hele mooie visbeurs hier in Spakenburg om eigenlijk drie verschillende concepten te laten zien. We hebben één mooie vitrine ingericht met allemaal salades. We hebben een nieuwe filet américain. Maar dan de filet américain met gerookte zalm gemaakt. Met een beetje lemon koriandersaus erdoor. We hebben een vitrine met snijdbare sauzen, waar we vijf van hebben, waar een visspecialist met blokjes, met plakjes, met reepjes gewoon op een ovenschotel kan maken. De consument schuift die eventjes 10 minuten in de oven en ze hebben een niet te mislukken product. Heerlijk smaakvol. En we hebben een thema oosters. Natuurlijk, heel veel specerijen komen uit het oosten. Nou, we hebben wel een 30 variaties in verschillende soorten saus. En daar hebben we allemaal hele smaakvolle, kleurrijke gerechten mee gemaakt. En wat kun je van deze specifieke vitrine laten zien? Nou, je ziet bijvoorbeeld gewoon eigenlijk toch wel ook de internationale maaltijden. We hebben mooie gerechten met couscous. Dus couscous, licht gekruid, snel klaar, in dit geval met lekkere mosseltjes erdoor. We hebben een aantal salades die de specialist heel gemakkelijk en snel kan maken. Zeker met verschillende soorten pasta's. We hebben schelpjes gemaakt waarbij een gratinsaus zit, waar we een klein beetje mosterd doorheen hebben gedaan. Het is 2 minuten in de oven en het smelt helemaal weg en het is heerlijk. Ja, het is alsof je de tong erbij opeet, zeggen wij altijd. Ja, fantastisch. Ja. Bedankt Harry. Graag. Fijne beurs. Graag gedaan. Okay.